Hey, wat goed dat je er bent. Vandaag zal ik samen met jou superbelangrijke vragen van het CBR-examen bespreken. De eerste vraag: De fiets steekt aan beide zijkanten van de auto 22 cm uit. Mag je zo gaan rijden? Nee, dit mag niet. Aan beide zijkanten van de auto mag de lading maximaal 20 cm uitsteken. 22 cm is dus niet toegestaan. Je ziet het bord. Wat geeft dit bord aan? Dit is een erg belangrijk bord en zul je zeker tegenkomen op het werkelijke examen. Dit bord geeft een voorrangskruispunt aan en bepaalt dat jij als eerste het kruispunt mag oversteken. Jij bent de dikke zwarte pijl recht door en mag dus als eerste. En de twee kleine dunne streepjes van links en rechts moeten jou voorrang verlenen. Wil jij ook in één keer slagen voor je autotheorie? Kies dan voor theorie foutloos. Niet geslaagd is geld terug. Theorie foutloos slagen zonder risico. Nu zien we de volgende situatie. Wat is nu de maximumsnelheid op de weg? Het bord geeft aan dat de maximumsnelheid van 60 km per uur niet meer geldt. Wat wordt na dit bord dan wel de maximumsnelheid? Nu de eerder aangegeven maximumsnelheid van 60 km per uur niet meer geldt, bepalen de strepen op het wegdek weer de maximumsnelheid. En de strepen geven aan dat op deze weg de maximumsnelheid 80 km per uur is. Wie mag er in dit voorbeeld als eerste? De politieauto voert geen optische en geluidssignalen, dus is het nu geen voorrangsvoertuig en gelden de normale voorrangsregels. We gaan eerst kijken of er borden en tekens op de weg zijn. Zo te zien zijn er geen borden en tekens op de weg, dus is het een gelijkwaardig kruispunt. Op een gelijkwaardig kruispunt geldt de regel dat bestuurders die van rechts naderen voorrang hebben. Wie heeft er in dit voorbeeld dan voorrang? Inderdaad, voor de witte auto komt de politieauto van rechts. Dus in dit voorbeeld mag de politieauto als eerste. Het zicht is 80 meter. Je rijdt met mistachterlicht aan. Mag dat? Nee, dit mag niet. Je mag je mistachterlicht pas voeren als het zicht minder is dan 50 meter. Nu is het zicht 80 meter, dus het is niet toegestaan. Je rijdt hier. Wat is je maximum snelheid op deze weg? Aan het bord te zien rijd je nu in een fietstraat. In een fietsstraat geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Voor automobilisten is er bij tegemoetkomend verkeer in de straat geen ruimte om fietsers te passeren. De auto moet dus achter de fiets blijven totdat het verkeer in tegengestelde richting gepasseerd is. We gaan naar een nieuwe vraag kijken. Je wilt de auto voor je inhalen. Mag dat? Dit is een lastige vraag. Het is altijd belangrijk om goed naar de afbeelding te kijken. Wat zien we? We zien dat de spitstrook open is en we zien een doorgetrokken witte lijn links van ons. Normaal gesproken zou je zeggen dat je hier niet mag inhalen, omdat er links van ons een doorgetrokken witte lijn is. En deze doorgetrokken witte lijn zou je moeten overschrijden om de auto voor je in te kunnen halen. Maar in deze situatie is de spitstrook open en als de spitstrook open is, dan moet je deze rijstrook gebruiken als een normale rijstrook. De witte doorgetrokken streep mag je dus negeren. Het antwoord is ja. Je mag de auto voor je gewoon inhalen. Er brandt wit licht bij de spoorwegovergang. Mag je doorrijden? Nu is het antwoord ja. Het witte licht geeft aan dat het op het moment veilig is om over te steken. Je mag dus bij een wit licht gewoon doorrijden. Zie je rood licht, dan stop je. We gaan door naar de volgende verkeerssituatie. Moeten wij de van rechts komende persoon voor laten gaan? Op een gelijkwaardig kruispunt geldt de regel dat bestuurders van rechts voorrang hebben op de overige bestuurders. Dus hadden we te maken met twee bestuurders op de weg, dan hadden wij de van rechts komende persoon voor moeten laten gaan. Maar, je hoort het al, we hebben in dit voorbeeld niet te maken met twee bestuurders. De van rechts komende persoon is namelijk op skiers. En iemand op skiers wordt niet gezien als een bestuurder, maar als een voetganger. Dus in dit geval moeten we de volgorde van voor laten gaan bespreken met andere voorrangsregels. Namelijk de voorrangsregels tussen bestuurders en voetgangers op de weg. Zoals we aan het begin van de video ook al vertelden, leer en oefen je in onze videocursus exact de onderwerpen en examenvragen van het werkelijke examen. Dus ook alle regels over voetgangers. Ondanks dat je met onze videocursus zonder risico kunt slagen je krijgt namelijk je geld terug als je niet slaagt zullen we dan toch kort even behandelen. Hoe je deze vraag verder oplost. Allereerst moeten we goed kijken waar je bij de voetganger vandaan komt. In dit voorbeeld komen wij vanaf de zijkant van de voetganger. En komen wij vanaf de zij, dan geven wij gas bij en hoeven we de voetganger niet voor te laten gaan. Wij mogen dus als eerste. De volgende vraag. We zien dit bord langs de weg. Waar moeten we rekening mee houden? We moeten er rekening mee houden dat bromfietsers hier de rijbaan op zullen rijden. Het blauwe bord met het plaatje van de fietsen geeft namelijk aan dat vanaf nu het roze pad alleen bestemd is voor fietsers en snorfietsers. Bromfietsers moeten dus nu de rijbaan gebruiken en dit rood-witte bord met een bromfietser erop geeft dit dus ook aan. Nieuwe vraag. Je parkeert hier. Mag dat? Het bord geeft de niet-parkeerzone aan, maar jij staat net zoals de andere twee auto's geparkeerd in een parkeervak. In een parkeervak mag je altijd parkeren, dus het antwoord is ja, dit mag. Hoe kun je zorgen voor een betere doorstroming in een file? Dit is door zoveel mogelijk op dezelfde rijstrook te blijven rijden. Het steeds wisselen van rijstrook door auto's zorgt juist voor onnodig veel remmen. Blijf dus voor een betere doorstroming zoveel mogelijk op dezelfde rijstrook rijden. Je rijdt in een tunnel. Ben je verplicht je dimlicht te voeren? Jazeker. Dimlicht is verplicht als het zicht slecht is, dus bijvoorbeeld in het donker en als het slecht weer is. In een tunnel is het erg donker, dus ben je verplicht je dimlicht te voeren. Zet je dimlicht al aan voordat je de tunnel inrijdt. Zo kun je alvast met je lichten de donkere tunnel inkijken. Je wilt linksaf. Sta je goed voorgesorteerd? Het juiste antwoord is nee. Er gaan twee rijstroken linksaf en je moet altijd zoveel mogelijk rechts rijden. Je staat nu op de meest linker rijstrook en dit is dus de verkeerde rijstrook. Nieuwe vraag. Je wilt op de rotonde rechtdoor. Sta je goed voorgesorteerd? De pijlen op de rotonde geven de richtingen aan. Aan de pijlen te zien gaat de rechter rijstrook van de twee rechtsaf en rechtdoor. De linker rijstrook gaat rechtdoor en linksaf. Je wilt rechtdoor en in Nederland moet je zoveel mogelijk op de rechter rijstrook rijden, dus je staat niet goed voorgesorteerd. Je had namelijk op de rechterrijstrook moeten rijden. Het antwoord is dus nee. Je wilt op de rotonde linksaf. Sta je goed voorgesorteerd? Nu sta je wel goed voorgesorteerd. In Nederland moet je zoveel mogelijk rechts rijden, maar alleen de linkerrijstrook gaat linksaf. Als je linksaf wilt, dan moet je dus op de linkerrijstrook rijden. Het antwoord is dus ja. Je staat goed. De lading van de aanhangwagen steekt anderhalve meter aan de achterkant uit. Is dit toegestaan? Nee. Als lading aan de achterkant van de auto met meer dan 1 meter uitsteekt, dan mag je alleen rijden met lading gemarkeerd met een rood-wit bord. Niet met dit rode bord. Nu is het dus niet toegestaan. Een aanhangwagen heeft erg veel regels die je moet kennen voor het examen. Denk aan de minimum profieldiepte van een aanhangwagenband. Wanneer een aanhangwagen een wit of geel kentekenplaat moet hebben, of er aan de voorkant van een aanhangwagen lading uit mag steken, en ga zo maar door. Alle regels bespreken we natuurlijk uitgebreid in onze videocursus op onze website. De link hiervoor vind je in de beschrijving. De profieldiepte van je band is 1,5 mm. Mag je hiermee gaan rijden? Het juiste antwoord is nee. De verplichte minimale profieldiepte van een band is 1,6 mm. 1,5 mm is dus niet toegestaan. Dit waren de 10 super lastige examenvragen van deze video. Wil jij zonder risico met geld teruggarantie volledig voorbereid het theorie-examen in? Dat kan. Met onze videocursus en oefenexamens op onze website zul je exact de onderwerpen van het werkelijke examen leren en oefenen, zodat je op een makkelijke en leuke manier in één keer kunt slagen voor het autotheorie-examen. En niet geslaagd is geld terug. Dat zien we je bij hoofdstuk 1.